Goedemorgen. Er liggen veel wolkenvelden boven Nederland. Alleen in het zuidoosten en in het uiterste noorden zijn er af en toe opklaringen. De bewolking is zelfs dicht genoeg voor het lichte regen en motregen, dus het kan soms wat druilerig zijn, maar over het algemeen is het droog. De wind waait uit het noordoosten, zwak of matig, windkracht 2 à 3, gaat vanmiddag iets in kracht toenemen. En met name op grote open gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van de IJsselmeer of de Waddenzee, kan die zelfs windkracht 5 worden. In het zuiden de meeste zonneschijn en daar ook de hoogste temperaturen, 12 à 15 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, de bewolking heeft nog steeds de overhand en de wind die waait ook nog steeds uit het noordoosten. Weinig veranderingen dus. Morgen trekt er wat meer bewolking over het land, die is ook wat dikker. Daardoor kan er wat vaker regen en motregen vallen. De wind blijft uit het noordoosten waaien, het wordt zo'n 7 tot 9 graden. Tegen of in de avond begint het vanuit het noorden op te klaren. En daarna hebben we het, je ziet het al, een stralend zonnig weekend. Volop zonneschijn, slechts een paar wolken en temperaturen iets onder de 10 graden. En ook na het weekend houden we droog weer met flink wat zonneschijn. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.